Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Boyd, nederlaag vandaag tegen Heroes Den Bosch. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, ik denk dat we als team een hele goede eerste helft spelen. En als tweede helft, ja, wat mij het meest opviel is, zij nemen onze controle af. En heel rustig, puntje bij puntje, komen zij steeds meer in de wedstrijd. En op een gegeven moment, ja, eind derde kwart, beginnen we het echt uit handen te geven. Maken we te makkelijke foutjes. En ja, je ziet dan hoe snel het kan gaan. Maar ja, weet je, positief wat we mee moeten nemen is onze eerste helft. Daar hebben we controle, daar vallen we ze aan wat wij uitgezocht hebben, waar we uitgevonden hebben en gescout hebben. En ja, weet je, meer kunnen we in de eerste helft niet doen. En de tweede helft, ja, dan zie je dat het toch kampioen van vorig jaar is. En dat het niet zomaar een team is en die kunnen zo terugkomen. Ja. Hoe komt het dat je die controle verliest? Ja, te veel balverlies eigenlijk. Balverlies en daar scoren zij heel makkelijk uit. Een aantal keer ook een M1 tegen. Nou, een aantal keer, denk ik voor mij 5 of 6 keer achter elkaar bijna. Dat zij te makkelijke scoren met een fout meekrijgen, ja, dan gaat het heel snel aantikken. Ja. Kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ja, goede eerste helft. Beetje hetzelfde eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ja, de teamgenoten, ze vinden mij de eerste helft. Wat ik zeg, precies wat we gescout hebben. Waar de gaten lagen, daar kreeg ik ze wanneer ik ze moest krijgen. En de tweede helft zie je dat wij wat vertragen. En dat het toch wat lastiger wordt om diezelfde opties te zoeken en te vinden. En ja, dan zie je dat de foutjes daarbij komen kijken. En dan gaat het heel hard. Er was veel publiek vandaag. Heb je daar nog wel een beetje van kunnen genieten of is dat lastig? Ja, zeker weten. Nee, het was leuk om een redelijk volle zaal te zitten vandaag. Dus ja, dat was toch ook wat ik zeg, de eerste helft. Zie je hoe fijn dat is voor iedereen. Daar voedt iedereen wat energie van. En je ziet hoe snel en iedereen aanhaakt daaraan. En dat komt ook deels zeker door het publiek. Dus. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.